Ja! Hey mensen! Top dat jullie weer kijken! En welkom bij een nieuwe... nog meer shopvlog! Want we moeten nog een paar motoren op gaan halen, dus we gaan dadelijk weer rijden. Dan zijn we weer eventjes weg, Job, en dan laten we jou even alleen. Maar... Oh, Niels is er ook niet, hè? Ik ben helemaal alleen. Oh, jee. Oh, maar dan kun jij goed doorwerken, dus je hebt die hoofdvideo dadelijk straks al af. Voor zover dat die af kan, hè? Want... Ja, het motorrijden is nog niet klaar, hè? Dus... Ja. Nou, je moet maar eens even komen kijken wat ik van het weekend gedaan heb dadelijk daar. Wat heb jij gedaan, man? Oh, daar wil ik zien. Ja, ik wil even wachten tot we klaar zijn met de kar. Heb jij dat nog niet eens verteld, man? Nee, kom maar eens kijken dadelijk. Kijk. Oh, is het toch in de rouw, hè? Ja, vies ding. Kom, raar. Lekker. Oh, vies ding. Nou. Nou, zou je zeggen dat het schoon was dan? Hier, joh. Oh, je hebt ook, Ik ben aan het tuinieren geweest. Man. Zie je die wortel? Dat is een helft. Jezus. Dat is maar een stukje, ja. De andere helft die ligt... Ja, nou ja, daar staat nog een die stuk. Die staat dan nog, ja. Ja, dat is niet inderdaad. Heb je dat gekloopt? Ja, met de graafmachine gewoon. Ik heb hem uitgegraven en toen heb ik... Met de bak zo eronder en zo wrikken en toen spleet hij gewoon helemaal over de helft. Weet je wat je ook had kunnen doen? Nou. Gewoon met zo'n stoppenfrees. Ja, maar die heb ik niet. Maar ik heb wel een kraan. Ja, dat is zo. En nu is die stuk. Ja, dat klopt. We moeten sowieso een keer wat werk aan die kraan doen. Want ik heb ook even die slang kapot gemaakt. Hè, die is ook vies gemaakt. Hij is ook vies. Maar kijk hier, de remslang. Ik was in een bus al met takken gereden en toen was er een... Daar een stam opgekomen. Dat is wel vervelend, want hij heeft geen schuifblad. Dus hij blijft nou ook niet meer staan. Als je nou wil graven, zeg maar, dan zet je de bak in de grond en dan rolt hij weg. Dus je moet hem dan ofwel achteruit rijden of zorgen dat je de onderwagen dwars hebt staan. Maar het grote probleem was nou deze, hè. Nee. Nee, die moer die was eruit gelopen. Wat een grote. Ja. Ja, dus ik was allemaal op mijn gemak aan het frikken daar in die boomstronk. En in één keer zag ik allemaal glimmend staal zo aan de zijkant eruit komen, zeg maar. Dat stak wel goed af tegen de rest van de roest, om het zo maar te zeggen. Toen liep die bout daar weer uit. Ja, toen liep inderdaad die bout eruit. Dus er zat nog geen splitband door. Lager kon ik nog vinden. Nee. Nee, dat zat er niet door. Daar moet ik even bij Indy even een andere move op bestellen. Ik heb hem niet meer gevonden, zeg maar. Hij ligt er wel ergens. Het is wel een speciale. Nee, joh. Kroonmoer. Dat is gewoon een lage kroonmoer is dat. Nee, maar daar mist ook een lage. Waar? Daar. Waar? Die zo. Ja. Laag. Oh dit, zo'n sluitring bedoel je? Oh ja, nee. Oh, is dat gewoon sluitring? Dat is gewoon een sluitring. Dit is het lager, hè? Hier zo, zie je? Oh, ja. Die heb ik nog wel gevonden, want die was er ook uitgevallen. Ja, als die boomstronk eruit is, dan kan ik dit mooi netjes maken. Hier willen we... Uit gras zetten en wat appelboompjes of zo. Zo. Verder voor ze kunnen spuiten. Dat plakketje daar moet je niet vasthouden, hè? Die zit opgesloten tussen buitenwand en binnenwand in eigenlijk. Nou, ik ben benieuwd, dit hebben wij gehad. Even kijken. Even zien hoe dat werkt. Of dat werkt? Ja, het zal wel werken, maar... Installeren is niet zo makkelijk, zeg maar. Kijk, zo denk ik. En dan? Zo.
Dat ding erop zetten is niet zo handig, toch? Dat is goed om te doen, man. Ik denk dat je dat ding er gewoon eerst op moet zetten en dan gewoon erop zetten. Oh nee, wacht even. Nee, ik zie het. Hij moet hierin. Je hebt het gewoon stuk gemaakt. Nee, hij moet zo en dan gewoon, moet hem gewoon draaien. Dat is het. Dan moet je wel anders onderop. Zo. Nee, je wilt hem gewoon niet af. Zo moet het. Zo moet het gewoon. En dan moet hem gewoon draaien. En dat is het. Nu zit hij vast. Ah, dat is makkelijk. Dus. Ja, goed, nou ben ik benieuwd. Nou, hey. Werkt wel goed hoor. Het klinkt wel grappig. Ik vind dat dit best goed werkt. Ja, maar het werkt ook wel goed, toch? Het was eventjes vogel hoe je de ding erop moest klikken, maar dat is misschien. Het is wel een beetje een pielig ding. Ja, maar het werkt goed, hoor. We moeten er meer hebben eigenlijk. Want jij, ik denk als je ze allemaal steeds eraf gaat halen, want nu heb ik dadelijk een andere kleur nodig. Wil de afzender even zeggen waar hij ze gehaald heeft? Ja, bestel er nog een paar. Ik vind hem wel mooi. Ga je ook even kijken. Wacht even. Dan draai je hem even. Ja, het is een schattig dingetje. Ik vind dat goed werkt. Het is net een waterpistool. Ik vind dat hem aan de... Oh, dan met bleekspuit en zo. Zo. Hij moet aan de grondverf blijven zitten, denk ik wel. Zo. En als je hem steeds afhalen, dan... Hé, hey, we gaan vertrekken, het is tijd. Ja, het is tijd. Hé, voor ik het nog vergeet, de Indie Robot Games, die zijn binnenkort weer en de inschrijvingen zijn geopend. Dus we moeten straks nog even... Voor de deelnemers? Of voor, ja? Voor de deelnemers? Kijkers. Nee, voor de deelnemers. Je kunt heel deze maand kun je nog inschrijven, tot 31 maart geloof ik. En dan niet meer? Nee. Dus je moet, dus als je mee wilt dan. Als je mee wil doen, dan moet je nou inschrijven. Dus check gaan even. Gaan we ook meedoen? Tuurlijk gaan we meedoen. We gaan met twee robots meedoen, toch? Dus wij moeten ook nog inschrijven. Dus ze kunnen ook tegen mij komen vechten. Ja, inderdaad, ja. En tegen onze nieuwe stagiaire, die volgende week erop. Volgende week maandag. 16 maart. Precies. Ja, volgende week maandag. Ja, zo snel gaat de tijd al. Ja. Dus, ja. Dus twee robots. Ja. Van ons dan, hè? Want we gaan nog veel meer meedoen natuurlijk. Ik zou zeggen, schrijf je in als je het aandurft. Wees maar niet te bang, want alles kan meedoen, hè? Je hoeft echt niet professioneel te zijn of zoiets. Nee. Als je het leuk vindt om een beetje te knutselen, dan kan dat ook gewoon. Sowieso. Dus we moeten dadelijk even een officiële uitnodiging filmen ook. Even een apart videootje maken, denk ik. Oké. Jazeker. Ja, mooi. Okay, we gaan rijden, joh. Tot dadelijk. Zijn we weer? We zijn weer terug hoor. Het is ondertussen alweer lunchpauze. Je zou het niet zeggen, want het ene moment stonden we hier met een lege kar. En zo zijn we weer terug met een volle kar natuurlijk. Hè. Nou, wat is dit? Ja, dat is Oké, kom, we gaan het vanaf deze kant uitpakken. Het pakket. Ja, dan moet je een griptang hebben. Oh, we moeten een griptang hebben inderdaad. Ja. Maar we kunnen hem ook even... Ja, wacht even. Kijk hier, deze kennen we al, hè? Nog een stikbal. Een 12 cilinder. Nee, dit niet. Nee. Dit is een halve, heb je de helft? Dus... Hij is eraf gewaaid, de helft. Ja, we hadden dus zo hard over de prijs onderhandeld, zeg maar. Voor die V12's, dat hij zei, dat is goed. Maar dan slijp ik eentje door midden en dan wordt het een 6 cilinder. Dat is een halve, joh. Dus... Ja, dus... 6 in lijn, toch? Dit is een 6 in lijn. Ja, dit is ook zo'nzelfde soort motor, maar dan dus een 6-cilinder. Nee, maar ik denk dat deze ook nieuw is. Kijk hier eens in. Ja, dit is droog, hè? Ja, dit is ook hetzelfde. Ik denk dat deze echt nieuw is. Ja. Het is, kijk hier. Zou een rond kunnen draaien. Allezelfde, ja, hier. Oh ja, hier. Ja, die wel. Ja.
Mooi hè? Ja, die moeten we dadelijk even beter bekijken. Oh, kijk hier, hij is opgepoetst. Zo ziet hij eruit als je hem oppoetst, joh. Ja, nou, hij is echt nieuw hoor, denk ik. Hier, joh. Kijk dan. Daar heeft het zeil op liggen poetsen. Hey, ja. Maar we missen nog één deel van de kar. Want hier ligt ook nog iets namelijk, hè. Hier hebben wij ook nog iets onder zitten. Let op. Nee, joh. Wat denk je daarvan? Nou weer gekocht. Wat denk jij dat het is? Wat denk je wat dit is? Ja, ik heb al iets vernomen, maar moet ik het zeggen of zeggen jullie het? Het is een gasturbine van een helikopter. Vet hè? Dat is een mooi dingetje. Ja. Kom maar eens even, kom kijken. Nou, ben je ook op de video ook. Dan kom maar kijken ook dan. Kom dan. Wel allemaal roepen. Heb je die nou ook al gekocht? Mooi. Oh, ja. Een mooi ding, jongen. Ja, wel, hij draait, hij maakt wel een. Zou die goed zijn? Wat ga je nou? Hier is het een as. Ja. Daar komt de propeller aan. Ja, die draait ook soepel. Ja, dat draait wel. Oeh. Ja, ik ben benieuwd. We weten natuurlijk niet of hij het hier nou doet. Maar dit is dus een helikoptermotor. Hè? Het is eigenlijk een straalmotor. Kijk, hier zit de turbine zit daarin. Maar kijk, je hebt natuurlijk bij een vliegtuig gebruik je vaak juist de voortstuwing van je turbine om het vliegtuig aan te drijven. Maar ja, bij een helikopter is dat natuurlijk niet zo. Die heeft natuurlijk de rotor die draait. Die wordt aangedreven met een soort van tandwielkast. En dat. De aandrijving is hier. Het is gewoon een motor eigenlijk. Turbo is het ook een beetje soort van, toch? Lijkt top, ja. Kijk, want hier zit een terugkoppeling zo. Ja, hier zit een vrije ding zit erin. Hè? Ik weet niet hoe het heet. Een rotor of schoep ding. Oh, een koppeling of iets. Ja, als hij zeg maar stationair draait, zeg maar, dan blijft hij als ook stilstaan. Oh, is dat zo? Dat wist ik. Pas als je echt gas geeft, gaat hij meedraaien. Ik ben benieuwd. Maar het is wel even net iets anders dan een tankmotor. Hè? Dit is wel echt high-tech allemaal. Ja, dat is wel mooi, man. Er zijn veel lijntjes. Ja, het is een Russisch ding. Een Russisch ding. Dit is ook een startmotor ook hier, denk ik. Ik weet het niet. Oh, nee. Deze, denk ik. Dit is een startmotor. Zou dat hem zijn? Dus er gaat nog een snoer naartoe. Hierin wel, denk ik. Ja, hier zit het. Het is een GTD. Knopjes, ja. GTD 350. Het is er een van een MI2. Ja, MI2 geloof ik, hè? Ja. Of een Bel 47 staat ze ook in, schijnbaar. Het is zo'n ruik ding. Draai er eens aan. Ja, dan draait hij niet, want dan... Hij ziet niks. Dan moet je die deksels hier eraf halen. Maar je kunt hierin kijken, in de uitlaatmachine. Ja, maar dan moeten we hem er eerst afpakken. Zou die zwaar zijn? Ja, zou je dit kunnen tillen? Ja, dan moet je wel de spanband losmaken. Oh, dat zal wel schelen, ja. Schelen? Wie noem je nou schelen? Ja, ik wil eigenlijk wel even kijken hoe zwaar dat hier is. Je hebt een kap, dat kan je moeite mee. Nee. Ja, nee, ja, ik weet niet. We kunnen ook eerst gaan eten, want hij is... Dat kan ook. Zit goed vast. Foeh, ruig hè? Dit biedt weer mogelijkheden. Ja, Dirk. Gaan we er nou een helikopter bij zoeken? Ik vind dat we nu... Of gaan we hem in die polo van jou leggen? Nee, we moeten een helikopter nou nog erbij hebben, joh. Nee, maar gewoon zo. Je tilt hem gewoon op, joh. Ja. Deze weegt echt niet veel, hoor. Ja, hij is wel zwaar, hoor. Het is niet zomaar dat je hem even zo met de pinky doet, maar je kunt er wel... Wat een ruig ding, hè. Kijk, hier is een moertje af. Zie je dat? Oh, ja. Daar zie je dat, daar zo. Ja, dat ding is eraf. Oh, maar dit lager is een stuk. Dat zou kunnen. Ja, ik weet het niet. Ze zeiden dat hij het deed, hè? Ja, dat klopt, maar ja. Een motor waar dat... De lagers uitleggen doet het ook nog wel, maar het is niet geweldig, zeg maar. Ik denk dat we het goed kunnen maken, deze. Ja, ik denk
Zetten die dadelijk in de werkplaats of zo? Ja, is goed. Als je echt zin te krijgen, zeg maar, erin, hè? Ja, maar daar hoef je niet voor in de werkplaats te staan, ja. Hoor. Gewoon even ergens neerzetten. Ja. Het is ook weer een andere motor, hè? Kijk, die inlaten zijn een stukje groter. Dat is een andere motor, hoor. Deze is wel opgeknapt. Ja, dat is hetzelfde als die eigenlijk. Ja, want je kunt dat ook zien. Kijk, deze boutjes zijn bijvoorbeeld allemaal verzinkt. Ja, deze zijn meegespoten. Dit is nog meegeverfd. Ja. Dus dit is wel... Nou vraag ik me af hoe ver dat die echt is opgeknapt of dat ze hem gewoon een keer overheen gekwast hebben omdat ze hem niet meer mooi genoeg vonden. Want deze uitlaten zijn ook niet echt zwart van binnen, geloof ik, hè? Jawel, die waren wel vies, hoor. Van binnen, was dat wel, dan moet je niet je vinger erheen roeren, zeg maar. Thank you.
telefoon is aan de oplader. Dirk is zijn telefoon erbij aan het pakken. Want we zijn er weer aangekomen bij het einde van deze vlog. Hè. We hebben weer veel in de auto gezeten. Dat is natuurlijk niet zo spannend. Maar we hebben natuurlijk wel een nieuwe uitdaging erbij hier. Dit is toch wel... Dit spreekt wel tot de verbeelding natuurlijk, hè. Heb je ze al? Ik heb ook de potsvlog. Wat gaan we daarmee doen? Oh, de potsvlogreacties. Ja. Ja, die lezen we eigenlijk nooit meer. Dan slaan we die. Ja, die hebben we vorige week ook gedaan. Oh ja? Ja. Ja, gaan we het wel of niet doen? Ja, doe ze maar dan. Gewoon elke maand dan gaan hoor. Erik Hensema. Leuk dat Niels en Bas nog steeds betrokken zijn bij het team. Wat zijn hun rollen nu? Die lopen allebei stage. Bas niet? Nee, dat klopt. Bas niet. Nee, Bas, wat doet Bas eigenlijk? Ik weet eigenlijk ook niet wat hij doet. Nee, Bas is inderdaad achter de schermen bezig om het social media gedeelte te structureren. Hè? En ja. Af en toe doet hij ook nog wel eens wat camerawerk en editwerk soms nog wel eens. Niels is ook druk bezig met een stageopdracht. Ja, dat wordt ook nog mooi. Ja. Dat gaan we daar komt nog wel een keer. Ja, zeker. Bubske Bobby. Dat is van die... Oh ja. Ja, zeker. Dat is van de samenwerking voor de eetdingen. Challenge. Mooi ja. Dat jullie meedoen, mannen. En dan zegt Matthijs ten Hagen. Dat is ook van die. Ja. Die zegt... Wow, super tof Emiel en Dirk dat jullie mee willen doen met ons. Ik heb al een goed idee. Wij ook, want het was eigenlijk iets wat we toch al wilden bouwen. En nou hebben we een mooie gelegenheid ervoor, dus dat is goed. Oké. Dan hebben we een groots pakketje, 204. Ben Museum. Milo, zet meer foto's van de motor dat niet dezelfde is als die van T55 op Facebook. Dan kan ik in ons archief in het museum gaan zoeken waarvan deze wel is. Like deze post zodat we ze kunnen helpen. Oh ja, dat is deze motor. Maar ja. We hebben hem toch ook op de video best duidelijk staan. Nou, wij hebben natuurlijk ook niet stilgezeten. En het zou een motor kunnen zijn van een Bad M voertuig. En dat is ook een RUPS voertuig. Dan zou het een teruggetunede motor zijn. Dan is hij dan minder pk? Ja, 420 als dat zo is. Ja, dat zou wel kunnen, maar hij heeft ook geen rookinstallatie. Nee, mogelijk. Ja, of van zo'n ATS, dat is ook zo'n rupsvoertuig. Ja. Dat lijkt een beetje op het onderstel van een T55, maar er staat zo'n vrachtwagencabine op. Maar dat is wel degelijk een ander ding, zeg maar. Dat zijn ook andere loopwielen, die zijn lichter. Ja, en hij kan drijven. Nee, oh, dat is nog weer een andere. Dat is weer een andere. Ja. Nico zegt, hoeveel motoren wilt u? Milo, yes. Ja, zo, dat is gelukt. Dan staan er een paar. Huh? Oké, werkplaatsvlog. Hey, die gaan we niet voorlezen. Oké, Tim van den Berg. Milo, vandaag gaan we de tankmotor opknappen. Koop drie nieuwe motoren nadat hij de originele heeft opgeknapt. Ja. Maakt natuurlijk niet uit. Nou, we hebben reservemotors. We hebben nou een tekort aan tanks eigenlijk. We hebben meer motoren dan tanks. Ja, dat wel. En maar we kunnen ook gewoon een helikopter erbij zoeken natuurlijk bij deze. Ja, die moet komen vind ik hoor. Dat is natuurlijk nog wel iets. Dit is wel bruut, hè. Dit is wel echt high-tech materiaal. Moet je kijken joh. Dat is wel weer next level wat dat betreft. Zo'n tank is natuurlijk wel al wat bruut, maar dit is wel helemaal high-tech. Ja, dat is een leuk dingetje. Mooi hè? Ja, je wordt wel blij. Oké, we gaan naar huis. Zo is het. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze vlog en tot de volgende. Je kunt wel zien dat die lichtgewicht is deze motor hè. Hier, kijk dan. Wat een schattig hijsoogje. Zou het geen ijsoog zijn? Nee, dit is het ijsoog. Nou, niet deze. Nee, ja. Dan moeten we even kijken. Dus moeten we een D-sluiting bij bestellen met een M4. Kunnen we niet oppakken. Een M4 pin. Ja, wat gaan we ermee doen dan met die motor? We gaan een helikopter bij kopen. Oh ja. Of moeten we er iets anders van bouwen? Een vliegtuig. Hij is gewoon een uitgaande as, hè? Zo. Weet je wat hij ook heeft? Een grote trechter. Grote uitlaten! Hoeveel pk was het? 500 of zo, hè? Ja, ik geloof zo'n 300 kilowatt.
Ja, dat is best een moeite. Ja. Oh, ja, hebben we het typeplaatje al gefilmd? Ja, kunnen mensen hem opzoeken? Oh ja. Wat is het? Een 350? GTD-350. Hij komt uit een MI2 of een Bell 47. Ja, dat is. Dan moet je zo'n MI2 hebben. Of een Bell 47. Staat er nog één, hè? Ja, er is er één te koop ook. Er is er één te koop, ja. Misschien wilt hij wel te maar er moeten wel twee van die motors in, dus we moeten er nog één bij zoeken. En dan moeten we nog hopen dat deze goed is, want misschien is deze wel helemaal, doet hij het wel helemaal niet. Nee, maar we hebben alvast een deel. Hij is wel mooi. Anders wordt het een mooie salontafel als je het niet doet. Je kunt hem ook bovenop je dak zetten als, ja, als, hoe noem je dat? Weet je wat je ook wel kan doen? Als je gewoon zo'n frikandel autootje hebt, met zo'n miserig motortje en daar heel veel plek over hebt, gewoon zo'n gat zo in de motorkap slijpen en dan zet je deze gewoon erin. Gewoon er bovenop, zeg maar. Niet dat hij iets doet, maar gewoon voor het Mad Max gehalte. Ik geef vast gas dan, ja? Kijk, genoeg gekletst. Kom, we sluiten het af, joh. Houdoe!